Ik sta hier op een zeer vertrouwde plek, want hier achter mij op het Stallenplein van Paleis Het Loo hoop ik jullie welkom te heten op 22 oktober op de 5e editie van de Vorstendag. Maar vandaag ben ik hier om een andere reden, namelijk de tentoonstelling van Anna Pallona. Deze tentoonstelling moeten we zien, omdat dit een hele mooie tentoonstelling is over een koningin uit de 19e eeuw. We kennen allemaal de huidige koningin, de vorige koningin, maar hoe ziet het leven van zo'n koningin uit de 19e eeuw eruit? Een koningin die ook nog eens uit Rusland kwam. Dus als je van mooie kunstnijverheid houdt, hier staan alleen maar mooie dingen. Vond je eigenlijk de verrassing bij je zoektocht naar haar, naar wie zij is? Ik vond de verrassing dat er nog steeds veel objecten zijn bij particulieren. Dat er nog steeds mensen in Nederland zijn die dingen hebben van Anna Pallona. En niet zomaar een souveniertje, dat denken aan de zoveelste verjaardag. Maar echt objecten die zij in de handen heeft gehad en die ook op deze tentoonstelling te zien zijn. Had ik nooit verwacht. En op 22 oktober is de Vorstendag, staat ook in het teken van Anna Pallona. Wat ga jij dan doen? Ik mag lezingen geven, dat vind ik fijn. Want je ziet wel, je hebt die bijschriften, maar dan kun je minimaal informatie kwijt. En er zijn zulke leuke verhalen te vertellen over Anna Pallona. Dus ik hoop vooral dat te doen, iets te vertellen. Dag! Mindset. Dag! Dag! De tentoonstelling Anna Pallona is echt meer dan de moeite waard. Ik ben ook heel erg trots dat wij hier op 22 oktober onze Vorstendag organiseren. Helemaal in het teken van Anna Pallona. En wie weet ontmoet je er ook echt. Heb je nog geen kaarten? Geen paniek? Je kunt nu nog bestellen op www.vorsten.nl/vorstendag. Tot dan!